De Helaasheid der Dingen van Dimitri Verhulst is een van de grappigste boeken die ik tot nu toe gelezen heb. Ik heb soms echt luidop moeten lachen, maar het is ook wel schrijnend omdat men weet dat deze marginaliteit ook zeker naar boven komt in het echte leven, in sommige gezinnen. Bijvoorbeeld de vader en de broer die allebei gok- en drankverslaafd zijn, maar ook nog eens werkloos. Wat ervoor zorgt dat de jonge Dimitri niet goed kan worden opgevoed. Ook de dagelijkse bierwedstrijden zijn absurd, maar ook wel lachwekkend, vind ik. Zeker als je het voor je geest haalt. Als je de film hebt gezien, kan je echt doen alsof je meer de toeschouwer bent in het boek. Het is niet echt één verhaal, maar het bestaat meer uit een aantal korte verhalen met dezelfde personages. Wat wel raar vind ik, is dat deze verhalen niet altijd in die chronologische volgorde staan. Het boek wordt verteld door de ik-verteller, wat je meer meeneemt in het verhaal en waardoor je ook meer kan inleven in het verhaal. In het verhaal wordt er dialect gebruikt. Dit is soms moeilijk verstaanbaar, maar als je de context een beetje begrijpt, is dit zeker wel grappig. Ik raad dus zeker deze boek aan aan jeugd en volwassenen die graag een luchtig boek lezen en niet graag in één trek doorlezen.